Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Crysis 3 Road to Commander. En ja, in de vorige aflevering zijn we echt gewoon rampage gegaan met Snackbar, de MK60 mod. En ik ga daar vandaag niet mee, ik ga vandaag met mijn feline, met je moeder. Nee, ik wil nog eerst even kijken of we nog iets van Fancy Attachments hierop kunnen krijgen, want we zijn level 2 al. Dus even kijken, modification, kijk, reflex sight, kijk, dat wil ik dus op hebben. Dat is wel mooi. Finish customization. Oké. Okay. Back. Ik ga vandaag. Wacht, ik wil even kijken wat dit nou allemaal is. Skill attachment. Wat is dit? Weapons. Scaramel 2 kills. Oké, okay, dat is allemaal wel. Dog tags. General dog beddings. Oké, wow, die is cool. Die is gewoon episch. Nee, maar. Eens even kijken. Heb ik niet meer of zo? Die is cool! Is ook leuk. Ik wil die. Deze vind ik dan alsnog wat leuker. Ja, donut movies. Level 13. Toggle frame. Back. Yay. Ik heb toch nog wat nieuws bij Doctex. What the fuck is dat dan? Ach. Nou ja. Gaan we gewoon even. Nee, niet quick match. Join match. Gaan we weer kijken of we een... Team Deathmatch match kunnen joinen. Want nou ja, dat vind ik altijd leuker. Even kijken, het is Hunter, die weet ik niet. Team Deathmatch hier, Hell's Kitchen. Join. Even kijken, met welke wapen zullen we gaan? Ja, met feline. Maar ik wil wel even vandaag even met feline weer. Want nou ja, dat vind ik toch een van de fijnste wapens. Dus even kijken, By the way jongens, ik had in de vorige potje of vorige aflevering eigenlijk... Had ik helemaal ook... Had ik ook gewoon helemaal geen, hoe noem je dat? Geen killstreaks gehad, hè? Dat vond ik best wel heel raar. Even kijken, oh, dat is deze map, Hell's Kitchen, dat vind ik leuk. Dat vind ik gewoon cool. Kijk, dit is nou weer net zoiets als Call of Duty, hè? Wat is Crouchen? Ik weet niet wat Crouchen is, jongens. Dat is wel heel kut, even kijken. Moet even wat mensen gaan... Ga vinden. Daar zit er bovenin. 4-0. Oh, dat is jammer. Dat is gewoon jammer. Daar moet je kill mee kunnen krijgen. Is iedereen nog aan het hiden? Kan ik zeker iedereen weer gaan spotten ofzo? Is iedereen bang ofzo? Ik zie ze dan toch ook echt niet, hè. What the fuck? Nee, wel een assist. Oh, die zo'n ding. Nee, toch. Noepje. Contact in de west building. Oké, dat is dus wat deze kant op. Is dit het westen? Ik weet niet hoe het in elkaar zit. In ieder geval niet in crisis. Ja, die zag hij niet aankomen. Mijn moeder zal mij helpen. De feline. Of de vrouw eigenlijk, hè. Ik moet de naam eigenlijk veranderen in de vrouw. What the fuck zit iedereen te kamperen nou dan? Wat is dit? Een sniper actief, dat is niet goed. What the fuck, waarom kampeert nou iedereen dan? Is ook een weg naar beneden hier. Een ladder of zo. Trap, op zijn minst. Nou, dan gaan we die niet meer uit zo. Gaan we hier even langs lopen? Ik vind dit echt falen. What the fuck, wat doet iedereen nou dan? Kijk, ik sta gewoon nog laatst, dus maar... Dat vind ik wel heel raar dit. Dudes, auw, oké, dat seems legit. Als cellen. Wat is wel schil voor mij. Dat ik die niet zag. Maar wat de fuck is dit dan? Is het gewoon zo raar dat we niet gaan vechten of zo? Kijk, we hebben mensen op de radar. Dit is goed. Dit is minder.
Nee, ik zag hem nog. De wolf, de sniper. Nee, nee. Don't do this, don't do this. Niet in mijn rug. Get going. I don't get to cover whatsoever. I only want to shoot. Nee. Nee, ik ga deze mensen natuurlijk rejoinen. Ik ben klaar mee. Dit is van dat idioten niks doen wat ik echt haat. Ik wil gewoon Leroy Jenkins. Because that's how we play Crysis. Zelfs kitchen die deathmatch. Kijk, huppakee, museum. Oh, dat is weer selfish. Nou, hopelijk zal dit anders zijn. Het is museum. Nee, oh my god. Wel, dit gaat interessant worden. Even rekken hoor, jongens. Wow, man oh man, hé. Zou me cool lijken als ik het gunship een keer kon halen. Dat sept gunship. 1 minute to go. Is dit gewoon, wat is dit allemaal voor zooi? Voor meuk. Au. Als het weer zal ik gaan kamperen, is echt serieus. Oké, okay. Nee, dat is het niet. Ik heb een kill. Mooi. Oké, dat was wel heel raar. In één keer dan lijkt de hele zooi en bam en zo. Gaat het niet op worden. Wauw, dat is 3 kills. Wauw, lockets. Wat doe ik hier nou dan? Dan gaan we hierin. Ik vind het zo'n rare map, hè. Ah, nee! Nou ja, wat heb ik gehaald? 3 kills of zo? Nou, I'll take it. Ah, zit hier in de basjes. Ik heb 3 kills. Is goed, Bartje gaat toch overnieuw beginnen. Dan wordt het een wat langere aflevering. Ach, nou ja, vinden jullie wel leuk, denk ik. Kijk hoe mooi mijn dogtag vrienden nou uitziet met dat razor blade thingy jingy bobbers. Ja, ik heb 3 kills gemaakt. En dat was bijna zo'n paar grappige kills. Dus... al zeker, ik blijf wel in de lobby hoor. Why not? Niet dat heel veel mensen kaperen ofzo. Oh, we zijn er bijna. Oh, kom op, nog een klein stukje. Nog 300 experience. Nog 300. Oh, wat? Awards, Jungle King. Het zal. Continue. Accept. Team Deathmatch Chinatown. Doe deze. We hebben in de vorige aflevering ook Chinatown gedaan. Ik kan mijn equipment customiseren. Oké. Ja, dat feline. Een suppressor wil ik er niet op hebben. Daar hebben we niks aan. Ik weet niet precies wat ik kan customiseren. Dat kan ik later allemaal nog wel ontdekken. Hierbij. Player Pro. Laat ik maar. Nou. Chinatown. Die hebben we het laatst ook al gedaan. Nou ja. Ach ja. Ik kan er niks aan doen jongens. Ik ben bijna level 14. Dat is mooi. Hopelijk word ik in de volgende aflevering level 15. En dat zal dan zo doorgaan nog verder level 20 denk ik. En dan, daarna dan zal het ongeveer 2 afleveringen gaan duren. En dan nog wat langer. En dan nog wat langer. Want... nou ja, het is wel zo dat je meer XP nodig hebt voor het volgende level uiteindelijk. Dus we zullen waarschijnlijk heel lang bezig zijn met level 49 tot level 50. Kijk, ik was ook heel lang bezig om mijn eerste level 50 bij Call of Duty Black Ops 2 te halen. Dus dit zal waarschijnlijk ook wel wat langer worden. Het zal echt geen 100 aflevering serie worden ofzo hoor. Maar echt ja, ik weet niet hoe lang het allemaal gaat duren. Dat zien we vanzelf wel. Dominate the battlefield. Yeah, bitches, let's go. Even kijken, we zien allemaal te beleven. Wel, ik loop in een rondje. Dat lucht op. Run the lead. I can see that. I don't trust that over there. I really, really don't trust that. Ach, fuck it. Ze zien ook wat geïnstakeld hier. Jee, ik had gelijk. En weer in mijn rug, hè. Let op, jongens. In mijn rug. Nee. Hè?
Ik snap die killcams niet van Crysis 3. Ik speel de fucking game nog altijd langer, alleen ik snap het maar niet. Ik weet niet wat het is, maar... Misschien ligt het aan mij, hoor, maar... Het lijkt gewoon en het doet gewoon niet wat een killcam zou moeten doen. Oké, we staan volgens mij voor, want rood is tegen, dus... Het gaat volgens mij toch om... What the fuck? Die kerel waarschijnlijk nog één kogel al nodig had en dan was hij dood geweest. Nee, wauw, kill heeft... Ja, volgens mij nog een paar kogels had hij dan nodig. Maar ja, hij heeft ook een beter wapen dan mij, hè? Dus het is een soort van logisch dat hij mij killde. Even kijken, we gaan hier langs de wasmachines. Kleine wasjes, grote wasjes. Draai ze maar in de wasmachine. Laat maar lekker draaien. Ik weet niet of jullie het liedje kennen, dat is gewoon geniaal. Zet even in de comments als jullie dat liedje kennen, jongens. Want dat is gewoon master. Het is gewoon, alle coole mensen die kennen dat liedje. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon besloten. Want, nou bam en zo. Wat denk jij? Serieus, dat jij me kunt... Ben jij nou dood, kereltje? Ja, jij weet. Jij was niet dood. Jij al ook niet. Of jij al, ik wou zeggen jij ook niet. En ik wou zeggen jij al ook al helemaal niet of zoiets. Ik weet niet wat ik allemaal moest zeggen. Ik maak er maar een mooie mengelmoes van of zoiets. Even kijken hoeveel kills. Wauw, ik sta nou al derdes. Ik vind dit denk ik mijn favoriete map, Chinatown. Fuck is mis met jou. Echt serieus, de fuck is mis met jou. Laat mij jou gewoon killen. Dan weet ik niet wat mis met jou is. Gastje maar. Nee, wat? Hoe kan ik hem niet killen? Ik naaide een heel magazijn in hem en zo. En bam en... Jee, piemel. Jee, dikke piemel met dat stomme wapen. Ik vind jou heel niet leuk. Oké. Okay. Ja, die zag ik ook al. Ja, we gaan er lekker voor staan. Zou ik ook doen, gastje. Is echt gewoon ook heel slim en bam en zo. Doesn't like. Seems legit. Daar stond iemand. En nou weet je, er zijn ook wel wat mensen zijn. Ga hier langs. Kun je hier verder eigenlijk? Nee, kun je niet verder. Oké, dan weten we dat ook weer. Kom op, Ronald, even wat meer kills pakken, jongen. Je zak naar beneden. Dat wapen hoef ik niet. Let's go. Yeah. Spots. Waar zijn ze? Raar dit hoor. Zijn er gastjes aan mij, jongen? Oh, daar. Daar hebben we een gastje. Wat? Weer een assist dat ik eerder geschoten? Dat klopt niet hoor. Killjackers allemaal. Al die killjackers, dat keuren we gewoon, dank u wel. Allemaal niet goed, wou ik zeggen. Maar ach ja, toen pakte ik een kill en ja. Dan is alles weer goed, hè. Ik ken de regels. Au. Lol. Wat is dit nou weer dan? Dan hebben we een kereltje die besluit me weer van boven en die meeleed mij weer. De executioner of zoiets, ik weet niet. Wat er op zijn doktekvriem stond. Maar het zal wel. Dude, zijn er nog mensen hier? Of, Zo, ik heb hem gekild. Dat is nice. Mooi kill weer. Dat is in mijn rug. Dat is in mijn rug. Nee, daaronder weer, hè. Lol, dood. Ik heb dat dingetje ook, dat ding is grappig. Dat ding heb ik, nee, niet hierbij. Dat heb ik bij dat feline. Nee, niet, dat heb ik bij de... Bij snackbar. Je weet wel welk wapen ik bedoel als ik snackbar zeg. Dat is de klasnaam. Nou, hier zijn wel gastjes, denk ik. Yo, ik heb echt gelijk. Jij bent dood. Ik word goed hierin. Nee, dat is gewoon een uitsteekseltje van die container. Ga weer even naar binnen, want dan heb ik de advantage.
Nou, hier zit er een. Nee. Ofwel, dit is met de wasmachine hier. Hoppakee. Bullet in die head. Ik schoot niet op zijn hoofd, maar goed. Voordeel van crisis. Moving on up. Au. Kunt niet alles hebben. Bosjes, man. Bosjes, man, met zijn... Wat voor ding dat ook maar zijn. De top deck, kun je... Kun je dan zo'n emu gaan verliezen dan? Kijk, ik knal gewoon overhoop, zo doe je dat! Ik knal gewoon dood. Ik weet niet wat jullie probleem is, jongens, maar... Zo... Ja, dat zien wij wel! Crash 3 is wel een stuk realistischer dan Call of Duty Black Ops 2, ja, dat is wel zo. Kijk dan. Ik denk eerlijk gezegd dat de mensen wat meer... Aha. Nee, je snijphoer. Vind ik niet leuk. Met je pillenboog. Kijk eens jongens, ik heb al 11 kills. Hè. Dit is echt... Ik ga echt lekker. Ik ben de hele ochtendelijk kruis aan het opnemen. Hier dat ik er gewoon nog een. Gewoon YOLO Polo Cats. Dan heb ik voor de hele week al kruisjes opgenomen. En dan kan ik vanmiddag lekker wat Black Ops 2 Road to Gold opnemen. Want dat mijn blok gebeurt natuurlijk. Weer een kill erbij. Vroeger deed ik 3 potjes overal die kills en nu raap ik soms of het niks is. Of het zijn gewoon noobs waar ik mee speel. Dat kan. Ik heb kennelijk een keer het licht gezien ofzo. Het is kennelijk, ik speelde waarschijnlijk zo slecht omdat ik heel erg gewend was aan... Aan Black Ops, ja, nee, dat was ook gewoon onmogelijk om te winnen. Nee, maar dat ik gewend was aan Black Ops 2 en de Xbox controls. En ik speel niet zo heel veel Black Ops 2 meer, dus die ben ik hier aan gewend. En nu gaat Black Ops 2 spelen ook gewoon een stuk makkelijker met mijn KSG. Dus al met al heeft Crysis heel veel voordelen. Als Crysis 4 uitkomt, jongens, dan komt daar een campaign van trouwens. Daar ga ik geen goed commander van doen, daar komt een campaign van. Ik weet niet wanneer Crysis 4 uit zou komen, maar of die überhaupt uit zou komen, maar... Als hij uitkomt, en ik geef echt die kerel aan, hè. Haha, gekild, bitch. Nee, maar als hij uitkomt, crash 4 keer, dan komt daar wel wat van. Nu zie ik hier nog een. Oh, 1 minute. Een assist, 7 maar. Nee, oh, als ik die had. Als ik die had. Als ik die had, jongens. Oh, dat zal gewoon pro zijn. Even kijken. Nou, potjes ben ik klaar. Een paar seconden, dus het zal niet lukken om een kill nog te krijgen. Voordat iemand anders mee killjacked of zo. Dus even kijken. We gaan wel winnen. Dat vind ik wel een belangrijk iets. Dus als ik die kan pakken, die kill. Nee, ik ben gekilled. Oh god, nou ik heb nog wel 14 kills gehaald. Nee toch. Nou, hij is wel dood, dus ik zou waarschijnlijk wel een assist hebben gekregen. Ik heb geen assist gezien volgens mij, maar ja, misschien kan het ook gewoon omdat ik gewoon schril ben vandaag, ik weet niet. Oké. Nee. Daar liep hij daar. Oh god, ja, ik wijs aan met mijn vinger, maar jullie kunnen hem helaas pindakaas niet zien. Nou ja, eens even kijken, wat heb ik? 14 kills, 15 kills. Something like that. Even kijken hoe laat het is. Oh mijn god, ik kan geen extra dingetje opnemen, want ik moet straks weg. Dus ik moet nog uploaden en alles. Dan ga ik vanmiddag wel weer iets van Crysis spelen ofzo. Ik vind het gewoon chill. Chill spel gewoon. Kijk, echt gewoon al die snipers, die kill ik gewoon. In de volgende aflevering zal ik waarschijnlijk wel level 15 worden ofzo. I don't know. Zien we zo wel. Eens even kijken. Nou, sowieso level 14, dat is nice. Kijk, ik heb dat dingetje nu unlocked. Oh, bijna de Typhoon. Kijk eens jongens, ik ben alweer op de helft van level 15.
Oké, want nu krijg ik er nog niks meer bij. Continue, accept, leave the session. Nou, dan gaan we eens kijken waar we nog verder hebben. Skill attachments, stealth modules. Low profile hebben we. We hebben dog tags. Wij hier hebben we er wat nieuw bij. Oké, dat ding is ook wel lijp. Oh, die is ook chill. Oh, die ook wel. Oh ja, die hadden we nieuw, hè. Wat hadden we hier nog nieuw bij dan? Ik zie niks nieuws, hè. Die mijn kruisjes terug in zijn hoofd haalt, maar ik heb niks nieuws. Die wil ik helemaal niet. Emu Piemol, die wil ik niet. Wat zeg jij? Ik wil dit dingetje. Oké, back. Jee. Eens even kijken. Wel dan. Heb ik nog nieuw equipment. Gaan we eens kijken. Nee, niet 3-1 class. Suppressor heb ik. Heb ik verder niks op. Wanneer unlock ik? Extended magazine. Level 7. Oké. Hologram. Match barrel. Level 6. Sultscope. Techscope. Oh, laser sight. Pas op level 8. Nou, ik ben op de helft. Maar in ieder geval, jongens. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik ga jullie nog wel even vragen om even op dat groene duimpje te rammen. Want volgens mij kreeg Crashy 3 nu echt wel een boost op mijn kanaal. Want ik ben kennelijk de enige YouTuber die dit überhaupt doet, is mij verteld. En ik ben best wel redelijk op dit moment. Dus ja jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Volg me nog even op Twitter. @ShadowGames23. Heel, heel, heel belangrijk. Abonneer ook nog even. En wel, dan zeg ik nu. Later mensen.